Op het puntje van de bank zitten de spelers van Noptra Iters in de beginfase van de wedstrijd. Ze willen hun collega's liefst naar een doelpunt schreeuwen. Ze zijn de wanhoop nabij, zo graag willen ze scoren. Maar het lukt niet. En dat heeft niet alleen met ijshockeykwaliteiten te maken. Een paar weken geleden, die 13-0, dan merk je toch wel dat het mentaal vooral een dip geeft voor de jongens. Weet je, dan kom je snel achter, gaan de koppen hangen, dat zie je vanavond ook. Na periode 1 staat Iders al met 0-4 achter. En terwijl de rest de kleedkamer opzoekt, blijven bepalende spelers als Ramoel, Tummers en de Finn Palotti zitten op de bank. Om te bezinnen. Je moet niet vergeten hoe lang geleden is het. De Geleen zat in een situatie dat de laatste. Ik denk dat je gaat 20 jaar terug. Dit is een heel moeilijke situatie, zeker voor de Nederlandse jongens. Maar dan lijkt er een ommekeer. Tummers zet de 1 op het scorebord en de ontlading is groot. Daarom was ik vandaag in ieder geval fucking blij dat we die 5-1 maakten. Ik denk al, ja, zoals laatst die 13-0 en zo, daar heb ik echt geen zin aan iedere week hoor. De fans van Iters blijven tot nu toe het team trouw. Met overgave blijven ze hun ploeg aanmoedigen. Maar er is nog geen enkele keer thuis gewonnen. Hoe lang zal het duren voordat de tribunes er zo uitzien? Ik hoop dat de mensen gaan naar huis met een gevoel, die inzet is daar. En zolang wij hard blijven werken, ons best blijven doen, dan hebben die mensen daar respect voor. Kijk, we hebben de kwaliteit niet dit jaar, dat we goede imports kunnen halen, of andere jongens. Maar zolang wij blijven werken, kan niemand ons iets kwalijk nemen. Behelpen voor Iters dit seizoen, dat was van tevoren bekend. Maar dat er zulke afstraffingen zouden volgen, dat hadden ze niet verwacht. Aan trainer Andy ten Bult de taak om de moed erin te houden. Ik in de training moet ik dingen verzinnen om de plezier te houden. En de jongens laten zien vooruitgang. En het is moeilijk. Wat ik zei, Eric Tummers heeft nooit in zo'n team gespeeld. So voor hem is het iets nieuws. Ik heb dit 3 of 4 keer meegemaakt als speler. En dit is al de derde keer als coach. Er komen dit seizoen geen nieuwe spelers bij. Daar is geen geld voor. En dus moet Iters het seizoen op deze manier uitzingen. Het heeft niks te maken met hoe goed je kunt ijshockey. Het is een stuk psyche, een stuk mentaal werk. Moeilijk dus voor de spelers om optimistisch te blijven na de 2-11 nederlaag. En zo kan het nog wel eens een heel lang seizoen worden.